Ja, een heel sterke partij van jullie. Jullie doel voor de wedstrijd is ook behaald. De eerste thuiszege, hoe voel je je? Ja, dat was heel belangrijk, deze winst voor ons. Zeker tegen Aalst, die soms als underdog naar voren komt. Maar die ploeg is zeker niet onderschatten. We hebben heel veel geluk gehad dat we in de eerste fase of in de eerste 5 minuten een hols worden met Chiara, mooie bal van Chiara. En dan komen we op die voorsprong. Maar toen hadden we het wel heel moeilijk. Het was rommelen en ik moet zeggen, de match, de overwinning, dat was het belangrijkste. Maar het was niet de mooiste overwinning. Ja, en ik heb ook niet het gevoel, dus ondanks dat jullie de winst hebben, dat Aalst hier is weggespeeld. Dus ondanks dat de score wel veel hoger kon liggen voor jullie dan. Ja, dat vinden we ook wel. Allee, we hebben wel heel veel kansen gehad en niet altijd afgemaakt. Dus voor hetzelfde geld was het niet 2-0, maar 3-4-0. Maar ik moet ook zeggen dat Aalst ook wat kansen bij elkaar gespeeld heeft. Dat zeker naarmate dat de match vorderde, dat ze echt in het spel kwamen. En dat wij moeilijkheden hadden. De ruimtes waren ook heel groot. En Aalst benutte dat ook met momenten. Dus we zijn heel blij dat we dan nog die 2-0 konden scoren, omdat dat dan ietsje meer rust gaf. Maar dan nog bleef de druk komen en was het rommelen. En kan je iets vertellen over die 2-0? Want kort daarvoor had je eigenlijk ook al een heel mooie kans die er net niet in ging. Ik ben opgekomen en ik heb gewoon alles gegeven. En dan met die 2-0 dat we daar konden scoren. Die ging eerst nog tegen Henriette. Dus ik dacht, oh nee, die bal gaat er nu niet in. Maar dan toch nog door kunnen zetten en die bal erin kunnen tikken. Ja. Maar de fase ervoor, kan ik mezelf niet herinneren, was dat ook een bal van... Ik zou dat moeten bekijken op de beeld, het ging zo rap. Jawel. Maar dankjewel. Ja, ik denk dat dat een van misschien wel de snelste doelpunten in de Lotto Super League waren. Ja, het ging eigenlijk vrij rap. Ik zag een bal komen en ik dacht niet nadenken en gewoon trappen. En die ging er mooi in, dus ja. En het was natuurlijk ook jullie eerste thuiszege. Het eerste doel van deze wedstrijd is toch behaald, hè? Jullie eerste thuiszege. Ja, ik denk tegen Brugge was een beetje een tegenvaller, maar op zich was het wel terecht dat we toen hadden verloren, alhoewel dat er wel iets meer in zat. Maar ik denk na vorige week moesten we die lijn doortrekken en 6-6 pakken. En ja, dat was het belangrijkste vandaag, de 3 punten. Ja. En het is nu niet om te zeggen dat Aalst hier volledig is weggespeeld, maar het is zoals hij zelf zegt, de score kon wel veel hoger gelegen hebben. Hoe komt dat jullie toch af en toe zoveel moeite hadden om die bal erin te krijgen? Ja, ik denk dat de voorbije wedstrijden dat wel een van onze werkpunten is, dat we moeilijk tot scoren komen. Ik denk in de eerste helft konden we de wedstrijd, konden we al 2-3-0 voorgestaan hebben, denk ik. En zij waren vooral gevaarlijk op de counter. Dus eigenlijk moeten we in de eerste helft die match, moet die al gespeeld zijn. Allee, natuurlijk als het 2-3-0 is, moet je nog altijd voortdoen, maar het zou dan toch iets makkelijker geweest zijn voor ons. Ja. En hoe kijk je vooruit naar de rest van het seizoen hier bij Zulte, bij SCV? Ik denk voor mijn eigen dan zoveel mogelijk speelminuten maken en belangrijk zijn voor het team. En dan als team zouden we toch graag play-off 1 halen. En nu met die 6-6 denk ik dat we al goed op weg zijn. En ik denk volgende match. We hebben nu een weekje rust voor ons voor te bereiden voor de wedstrijd tegen Gent. En dan hopelijk ook die 3 punten pakken.